Wat een enthousiaste man. Hij heeft inmiddels een stokje overgegeven aan, rechts in beeld, burgemeester Mulder. Ook hij moet eraan geloven. Vrijdagavond is voor mij heel spannend. En ik heb al gezegd, ik ga het aan. En misschien dat ik daarna zeg nooit meer. En misschien krijg ik ook wel een beetje van die tik te pakken. De gemeente Hulst staat als een blok achter het evenement in Zeeuws-Vlaanderen. En dus, afgelopen vrijdagavond, nieuw voor Nederland, toch uniek, een shakedown. Gelegenheid voor teams om een auto af te stellen, kennis te maken met het parcours. Mulder neemt plaats naast, niet de minste, Mark van Eldik in de fabrieks Subaru Impreza World Rally Car. En de notes? Ik heb ze. Maar gaat u er wat mee doen? Ik heb bijgehouden dat ik ga het proberen, maar voor mij gaat dat heel snel. Tijd voor Mulder en Van Eldik om kennis te maken met Hulst. En voor Mulder kennis te maken met het opwarmen van de bandjes. Dat was, gaat snel. Ja, dit was voor te rood. Nou, we zitten op stage. Dat betekent dat we in de wedstrijd... Nou, we zitten maar geen op oorlogstrim, zeg maar. Oorlogstrim? Dit is echt een vak apart, dit, hè? Ja. Even links pas op stoep. Het is duidelijk dat we van Mulder niet al te veel notes hoeven te verwachten. Van Eldik gaat op zicht. Ja, de haaklinks is hier beginnen. Hier zitten we nou ongeveer. 600 rem vlag, dat is hier ook. Ja. En dan is links 4, is rechts is links 2. Dus na de eerste, na de tweede bocht krijgen we die. Op zich hele goede uitleg, maar of Mulder in de praktijk er wat vanaf brengt, natuurlijk niet. Mulder wil genieten, Mulder wil kijken wat zo'n rallyauto met 300 pk nou doet. Zoals gezegd, uniek voor Nederland. Het is bekend in het WK Rallys. Men doet het heel veel in andere rallysportevenementen. Maar in Nederland is dat nog nooit gebeurd. Op de vrijdagavond, de belangrijkste teams aangevuld met een mooi divers deelnemersveld. Gewoon kennis laten maken met het parcours. En vooral voor de lokale bevolking een perfecte avond. Dat was fantastisch. Het was een hele bijzondere ervaring. Ik heb net al gezegd, de Efteling heeft veel attracties. Maar zoiets zit er echt niet bij. Mulder heeft het goed gezien en de hele gemeente Hulst heeft het goed gezien. Dit evenement mag niet weg uit Zeeuws-Vlaanderen. De vrijdagavond was uniek voor Nederland. De rally op zaterdag was overweldigend goed. Maar het wordt tijd dat ook de gemeente Hulst gaat inzien dat dit evenement volgend jaar behouden moet blijven. Inwoners en gemeente Hulst, ga als een blok achter dit evenement staan. De Nederlandse rallysport verdient een goed evenement in Zeeuws-Vlaanderen. En ja, een complete voltreffer, wij hadden gedacht. Daar hebben we maar een paar rijders voor kunnen krijgen. Maar ja, iedereen die wil wel eens een keer en meerdere rondjes rijden. Dus dat is echt een... ik denk vooral voor een rally is dat er... Moet de andere organisatoren ook eens over nadenken. Ik denk om zoiets in te plannen. Ook voor het publiek. Prachtig om te zien zonder meer. Ja. En de locatie is natuurlijk uniek hiervoor. De rally van Hulst moet volgend jaar doorgaan. Wat gaat de gemeente Hulst er in de praktijk aan doen? Nou, het ligt niet aan ons. Het is zo, het gebied wordt er anders ingevuld. En dat betekent dat rond 2008 in ieder geval aan Perkpolder natuurlijk wel een eind komt. Maar dat wil niet zeggen dat heel de rally dan stopt. Want ja, misschien dat er dan wat delen afvallen. Maar dan moeten we gewoon kijken in de toekomst hoe we dat op kunnen lossen. Want het is, Hulst bruist vandaag.